Met baggermolens haalt men uit de uiterwaarden van de Maas in Limburg veel grind, dat zich soms op een diepte van 15 meter bevindt. De continu ronddraaiende emmers storten het opgebaggerde materiaal in een grote zeeftrommel, waarin het grind naar grootte wordt gesorteerd. De fijnere soorten worden zonder verdere bewerking voor diverse doeleinden gebruikt. De grote keien die vroeger waardeloos waren, kunnen tegenwoordig worden gekraakt. Sinds kort beschikt Nederland over een geheel nieuwe drijvende grindbreekinstallatie, de grootste in Europa. Deze lost de schepen door middel van een roterende emmerketting. Via een transportband komen de keien in de breekmachine, waarin ze onder geweldige druk gekraakt worden. Het fijne grind dat op deze wijze ontstaat, wordt vooral veel gebruikt bij de bouw van betonwegen. In een 12 meter hoge betonmenginstallatie, ook een geheel nieuwe vinding, wordt het grind samengebracht met zand en cement. In een continu proces wordt dit alles nu met water tot betonspecie gemengd. Elke 2 minuten rijdt een auto met specie naar de in aanbouw zijnde weg. Verdeelmachines zorgen ervoor dat het beton gelijkmatig over de zandbaan wordt uitgestort. Door het inschakelen van al deze moderne installaties wordt de wegenbouw aanzienlijk versneld. Men is nu in staat per dag een weggedeelte van 300 tot 350 meter te maken.